We zitten met z'n allen in een hele vervelende situatie. En we moeten kijken hoe we eh, ja, daar als land zo goed mogelijk uitkomen. En ook hoe wij daar als steentje aan kunnen, kunnen bijdragen. Hoewel het wel heel vervelend is dat nu net die avondmissen en die nachtmissen met Kerstmis niet door kunnen gaan. Kerstmis hoort bij de avond. Als ik dat zie, eh, ik ben dus ook al een heel stuk ouder, dus ik hoor van de oudere mensen. Hoe wij dat via de vroeger dus? He, Savonds heel uh, donker, lekker uh, sneeuw. Zo gingen we naar de nachtmis en naar de herdersmis. Hiermee herhaalt zich het scenario van vorig jaar, toen er ook geen vieringen s'avonds mochten plaatsvinden. Net als toen mogen missen overdag wel doorgaan. Ja, dat is de oproep van de bisschoppen om te zorgen als je vieringen organiseert, dat die dan voor vijf uur middags afgelopen is. En wij hebben de parochies gevraagd van ga er nou creatief mee om, kijk wat je kunt doen met kindervieringen, of kinderen die kerstliedjes komen zingen, of die naar het kerststalletje komen kijken en dat je daar op een of andere manier iets mee doet. Ja, dan mag het wel, maar die sfeer hè. Dus veel we heel zeker ook. Ja, die hoort erbij. Dat had ik dan vergeten, ja. Vorig jaar waren er plannen voor een grote viering op het Pinkpopterrein in Landgraaf. Die werd op het laatste moment afgeblazen. Dit jaar gaan we zeker nadenken op welke wijze dat we nou ja, toch op een creatieve manier toch kerstmis kunnen vieren. Alleen moeten we zorgen dat het goed voorbereid is en dat dat niet ook op het laatste moment weer niet door zou kunnen gaan. Wat wel doorging vorig jaar was de nachtmis, geleid door bischop Harry Smeets in een bijna lege Sint-Martinusbasiliek in Venlo. Die werd onder meer uitgezonden door L1. Of dat ook dit jaar gaat gebeuren, is nog onbekend. Bemelmans wijst erop dat mensen kerst ook thuis kunnen vieren via de speciale website van de Katholieke Kerken in Nederland. Ja, we moeten kijken hoe we daar op een manier toch mensen het gevoel kunnen geven dat we met z'n allen wel ja, godsvolk onderweg zijn. En dat we als christenen samen kunnen komen zonder dat het ja, problemen voor de volksgezondheid oplevert.